Ja, het is mijn eerste keer in Bielebeck. Ik denk, ja, hartstikke mooi hotel, mooie plek om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Ik denk, we hebben prima kamers. Het eten is ook goed verzorgd. Dus ja, achter je is een mooi terras waar we ja, kunnen eten of een spelletje kunnen spelen. Dus ik denk dat het al met al goed geregeld is hier. Ik vind het altijd wel ja, leuk. Het is wel zwaar. De ene training is wat ja, leuker dan de andere. Maar al met al is het denk ik gewoon een mooi moment om elkaar beter te leren kennen. En je ja, te gaan voorbereiden als team op ja, wat er allemaal gaat komen in het aankomend seizoen. Ja, hoe is dat voor jou persoonlijk? Je bent natuurlijk halverwege bij Heracles ingestapt. Is het ook wel lekker om nu gewoon die hele voorbereiding mee te draaien? Ja, zeker, zeker. Ik denk ja, dat als je een hele voorbereiding kan meedraaien, dat het toch ja, een stuk makkelijker is. Ook voor de trainer bijvoorbeeld, die ook pas laat aankwam. Ja, we hebben nu echt gewoon de kans om ons een heel aantal weken ja, voor te bereiden. En te gaan werken aan de dingen die vorig seizoen ja, wat minder gingen. Dus ik denk dat het voor het hele team goed is dat, ja, dat we hier de tijd voor hebben. Ja, ik denk dat iedere voetballer gewoon wil spelen. Ik denk iedereen die ja, nu mee is op trainingskamp in de basis zou willen staan. Ja, dat kan alleen niet. Dus ja, ik ben gewoon met vol goede moed weer begonnen aan het nieuwe seizoen. En ik ga er voor zorgen dat ik dit seizoen zoveel mogelijk wedstrijden ga beginnen en belangrijk gaan zijn voor het team. Maar ik hoop gewoon de trainers ervan te kunnen overtuigen dat, ja, dat ik een toegevoegde waarde ben en ook echt niet alleen mee wil hobbelen, maar belangrijk wil zijn. En ik weet van mezelf dat ik bepaalde kwaliteiten heb die het team verder kunnen helpen. Dus ik hoop dat de rest dat ook inziet. Als we naar de oefenwedstrijden kijken de afgelopen week, misschien iets wat andere rol dan wat we van jou gewend waren de eerste seizoen zelf. Is dat ook een beetje het plan voor jou komend seizoen? Of ligt dat nog helemaal open? Ja, dat ligt denk ik nog een beetje open. Ik heb nog niet, we hebben nog niet echt individuele gesprekken of zo gehad met de trainers. Dus ja, ik ben benieuwd wat daar dan uit gaat komen. Maar ik denk dat zeker de rol ietsjes naar achter ja, goed bij me past. En dat ik vanuit daar het team kan helpen om beter aan het voetballen te komen. Dus ja, het is misschien iets anders dan dat ik vorig jaar heb gespeeld. Maar ik denk dat mijn kwaliteiten misschien in dit systeem beter tot zijn recht komen. Kijk je daarna uit, naar zo'n trainingswerk? Ja, ik vind het wel leuk. Zeker ook omdat ik denk dat we het veel beter kunnen doen dan dat we vorig jaar hebben gedaan. Dus ik vind het gewoon fijn en goed om te zien dat we daar ja, veel mee bezig zijn. En echt beter worden als team, dat dingen nog duidelijker worden. Dingen misschien iets anders worden neergezet dan dat het vorig seizoen was. Dus ja, ik kijk er wel naar uit naar de rest van de week.